stad Eindhoven en de regio daaromheen wordt dus vuil opgehaald zonder emissies. Wat eigenlijk het milieu ten goede komt. En ook de beladers die achter op de vuilniswagen staan, die ademen geen fijnstof of andere stoffen in die slecht zijn voor de gezondheid. Deze waterstof vuilniswagens rijden rond in de gemeente Eindhoven. En die moeten steeds naar Helmond om te tanken. Daar is het enige punt waar ze in de buurt kunnen tanken. Is dat niet een beetje ver? Nou, in waterstofbegrippen is dat heel dichtbij. In Nederland op het moment zijn er 3 à 4 tankstations voor waterstof. Dat aantal groeit wel gestaag. En dan gaat op het einde van volgend jaar of medio 2020 zullen er een 17 tankstations staan in Nederland. Maar vooralsnog is Helmond het dichtstbijzijnde station voor deze beide voertuigen. Het heeft natuurlijk een nadeel dat je een stukje moet rijden voor waterstof te tanken. Het voordeel is wel dat deze voertuigen genoeg waterstof meenemen in 10 minuten om 2 tot 3 dagen zonder te tanken rond te kunnen rijden. Ik denk dat beide toepassingen naast elkaar zullen bestaan. Voertuigen die kleine diensten rijden, korte afstanden en bijvoorbeeld alleen maar in het centrum rondrijden, die zullen heel goed met een batterij uit kunnen. Als je kijkt naar de voertuigen zoals bijvoorbeeld het voertuig achter ons, die ook in de buitenwijken en ook buiten de stad gaat rondrijden in dorpen, die hebben meer energie nodig en die kunnen niet 1, 2, 3 met een batterijvoertuig overweg, omdat de energie of de batterij al eerder leeg is voordat ze kunnen laden. Voor Nederland zijn er ook al ontwikkelingen, dus het blijft niet bij deze twee. Er zijn nu ook al projecten gaande waarbij we kijken naar 15 vuilniswagens, waarbij er gewoon een stuk of 2 per locatie, dat wil zeggen Groningen, Amsterdam, Breda, gaan rondrijden. Dus de uitrol vanuit Eindhoven gaat ook over de rest van het land gebeuren.